the Octagon Free Fight Tournament and the champion of Europe, Rob van Essel. Het blijft een hele mooie partij voor de twee absolute kanjers, een hele grote vechter. De man die voor iemand aan de kant gaat, Peter Verschuren. En dat geldt zeker ook voor deze man, die altijd weer voor een verrassing is. En ook nog nooit voor iemand aan de kant is gegaan, Rob van Essel. Afscheid van de ring van Robbie, dus die zal weer meer voor de volle 100% voor gaan. Wist je papa van de wereld? Robbie! Wat heb je geloofd?
Dat is voor papa, hè? Even de microfoon aan de Chris Dolman. Rob, toen ik een paar maanden geleden vroeg of je wilde vechten, gaf dit een gala, toen zei je, ik vecht niet meer onder druk van de familie, die ze willen niet meer hebben. En toen heb ik je overgehaald om hier toch nog een baan en afscheidswedstrijd te maken. En je zei, ik wil dat wel, maar ik ga niet even een ik wil een goede bijstander hebben, ik wil dat vechten, ik wil dat ook. Het typeert je allemaal. Ik heb je 6 jaar geleden meegenomen in je bank, daar zit ook wel eigenlijk mee aangeschreven. Ik heb misschien vechten tegen de federatie, die hoor je niet. Dat is geen schande overigens, maar ik heb jou gezien vechten tegen de wereldkampioen Taekwondo, Koreaan in Tokio. Die sloeg je met knock-out en je bent een vechtsporter in hart en nieren. En een vrouw sportman, Rob. Dat is dit. Rob, namens de Free Fight Federatie in Nederland en Free Fight. Namens Klaas Kist, Oscar van der Veen en alle Free Fighters in Nederland. Blijf afscheiden van de drie.